Tommy van Alphen, de nieuwe algemeen directeur van FC Den Bosch. Welkom allereerst. Dankjewel. Deze week gepresenteerd. Ja. Wat is er de afgelopen dagen allemaal op je afgekomen? Heel erg veel leuke reacties moet ik zeggen. Heel veel positief. Dat komt natuurlijk mede omdat ik zowel vanuit de FC Utrecht kant een aardig netwerk heb opgebouwd vanuit de business. Maar ook al vanuit mijn eerste 3 jaar bij FC Den Bosch. Dus ik ken natuurlijk al heel veel mensen hier. En wel ook heel positief verrast dat er zoveel mensen je dan een bericht sturen, een belletje doen. En dat maakt mij alleen maar meer trots en dat ik er nog meer zin in heb om aan de slag te gaan. Ja. Nou, hoe zag de afgelopen periode voor jou eruit? Vanaf het moment dat je benaderd werd tot aan het tekenen van je contract. Ja. Hoe ziet zo'n traject eruit? Wat gebeurt er dan? Ja, dat is wel best wel een lang traject geweest. Ik ben ook zelf ook niet over één nacht ijs gegaan, moet ik zeggen. Want ik ken de club, dus ik weet dat het niet per se een gespreid bedje zal zijn. Maar dat het hartstikke veel mooie uitdagingen met zich mee gaat brengen. Dus ik heb er lang over nagedacht, veel over gespart met mensen. En uiteindelijk besloten dat het gewoon een hele mooie kans is. Dat ik heel graag voor FC Den Bosch wil werken. En dat ik ook zie, veel mensen met mij, dat Den Bosch bepaalde potentie heeft. Die ik graag waar wil maken. Dus genoeg advies gekregen en uiteindelijk besloten om er vol voor te gaan. Was het in eerste instantie een verrassing voor je dat je benaderd werd voor deze functie? Dat is wel netjes om te zeggen van wel. En dat vind ik ook wel. Het is heel erg eervol natuurlijk dat mensen dan aan je denken. Maar ik heb er natuurlijk zelf ook wel aan bijgedragen, denk ik, dat ik het goed heb gedaan bij Utrecht. En ook in mijn eerste jaren bij FC Den Bosch heb ik, denk ik, goed werk afgeleverd. Waardoor het mooie is dat mensen vertrouwen in je hebben en dat verrast me. Maar ik heb er zelf ook wel vertrouwen in dat ik het moet kunnen gaan doen. Is een functie van algemeen directeur iets wat je altijd geambieerd hebt? Echt een doel voor jou? Niet per se. Het is wel zo dat ik heel erg belangrijk vind voor mezelf. En ik hoop ook dat anderen dat voor zichzelf vinden. Om jezelf altijd te blijven ontwikkelen en uitdagen. En op dit moment kwam ik bij Utrecht op het punt dat ik supermooie stappen heb kunnen maken daar. Ik heb me daar verder kunnen ontwikkelen. Ik heb een opleiding kunnen volgen. Maar wel een beetje ook aan het plafond zat van van de kanten die ik op kon. En toen kwam dit voorbij. Ben ik er heel erg goed over na gaan denken, heel lang over na gaan denken. En het is niet de ambitie geweest om dit ooit eens een keer per se te willen doen. Maar het is nu wel een heel erg mooi moment en een mooie kans. En dus ik heb er heel veel zin in. Ja, je zei het zelf al. Je hebt al 3 jaar eerder heb je hier gewerkt. Zeker. Je bent 5,5 jaar weg geweest. Wat voor gevoel roept er bij jou op om dan nou toch weer terug in de vlieg te zijn? Ja, heel goed gevoel. Buiten dat ik hier al bijna drie jaar heb gewerkt, kwam ik hier vroeger ook al. Regelmatig. Op de tribune wedstrijden kijken. In de tijd van Koen van der Laak, Anthony Leurling, Moerad waren een beetje mijn favoriete spelers. Dus in die zin heb ik al behoorlijk wat met de club. Vervolgens 3 jaar gewerkt en heel fijn gewerkt. Met zijn voor's en zijn tegens. Want bij Den Bosch werken op kantoor is niet altijd makkelijk. Hè. Het heeft best wel wat voeten in aarde om wat dingen geregeld te krijgen. Je moet heel veel doen, heel veel zelf doen. Maar dat heeft mij best wel ook gevormd. Dus ik weet wat er speelt op kantoor, wat de voor's en tegens zijn om hier te werken. En eigenlijk heb ik ook zoiets, dat heb ik ontdekt bij Utrecht, dat ik iedereen die in de Eredivisie werkt of in de hogere regionen, heb ik heel vaak het gevoel gehad van ja, ga eerst maar eens even een paar jaar bij een club als FC Den Bosch werken. Want dan sta je echt met de voeten in de klei. En dan zie je wat er nodig is en wat de uitdagingen zijn. Maar daar word je overigens ook wel heel erg creatief van. Daarnaast heb ik destijds natuurlijk een commerciële functie gehad. Een hele mooie businessclub was het. Is het nog steeds volgens mij. Met ontzettend veel betrokken leden. En ik zie gewoon aan de reacties ook van mensen dat die mensen nog steeds zo begaan zijn met de club. En dat is iets wat ik wel heel erg mooi vind aan FC Den Bosch. Hoe gaat het voor jou de komende periode eruit zien? Nou, ik ga goed afsluiten bij Utrecht. Vind ik ook belangrijk. Hè? Ik vind dat ook netjes naar FC Utrecht toe. Die hebben mij altijd gesteund en kansen gegeven. Dus vandaar dat ik ook pas in februari ga starten bij FC Den Bosch. Dus de komende weken ga ik dat heel goed regelen met de collega's daar. En vervolgens mezelf ook de tijd geven, een aantal weken, om me goed in te lezen en voor te bereiden op wat er komen gaat. Ik weet al heel veel van de club, maar er zullen altijd dingen zijn die ik pas te weten kom als ik eenmaal aan de slag ben. Dus dat is helemaal prima. Daar ga ik me volop voorbereiden. Dus ook een goede overdracht doen met de mensen die er nu zitten. En dan in februari voor goede moed aan de gang. Waar kijk je nou het meest naar uit?
meeste naar uit kijk ik met name ook naar het contact met de mensen die ik vanuit mijn eerdere periode ken bij FC Den Bosch. Ik vind het ontzettend leuk om heel veel mensen weer te gaan zien, weer te gaan spreken. Er zijn heel veel mensen die vertrouwen in mij hebben uitgesproken, dus dat voelt goed. Veel felicitaties ook gehad. Ik heb zelf wel zoiets van, ja, ik moet het eerst nu gaan laten zien. We moeten nog beginnen, dus die felicitaties die komen hopelijk over een paar jaar, als we echt samen goed werk hebben afgeleverd. En het werken met de mensen op kantoor heb ik ook heel veel zin in. Want ik heb zelf ook in die plek, in die positie gezeten. Destijds ook gezien van, ja, als jonge gast bij FC Den Bosch moet je in jezelf willen investeren. Ja, daar komt heel veel enthousiasme en heel veel energie vandaan. En om daar samen iets van te maken en aan te bouwen. En die, ja, die potentie die zit er gewoon in. Ik denk de uitdaging van FC Den Bosch is dat we ja, met de achterban, met de mensen die FC Den Bosch kennen, nog altijd ja, het gevoel hebben van we zijn een club die regelmatig in de Eredivisie moet spelen. Die potentie die geloof ik ook en die is er ook wel. Alleen ja, daar zijn we nu wel iets verder weg van op dit moment. En om daaraan te gaan bouwen, om te zorgen dat we weer terugkomen in minimaal top 8, Eerste Divisie, regelmatig play-off spelen. Ja, dat lijkt me heel erg mooi. En dat is ook realistisch, denk ik.